midden nog, maar als je dichterbij en verder weg. Het ziet er heel raar uit. Ja, maar... dat ziet er heel raar uit. Yo mensen, welkom terug bij weer een nieuwe video. Vandaag is het tijd om op iets leuks te gaan reageren. We gaan reageren op optische illusies, dames en heren. En voor de mensen die niet weten wat dat is, jullie komen daar deze video echt wel achter. In ieder geval, ik ben hier niet alleen, ik ben hier samen met... het broertje van Jesse, Roe. Wil je nog iets leuks zeggen tegen de kijkers? Like en abonneer hier beneden als je Jesse's kanaal leuk vindt. En check ook even mijn kanaal als je dat wil. Ja, inderdaad, check ook het kanaal van mijn broertje. Roeltje Gaming heet het kanaal. Hij gaat daar weer wat video's op uploaden. Komt helemaal goed. Maar we gaan nu... maar dat komt helemaal goed. We gaan nu gewoon lekker beginnen met de video. Oké, dames en heren, zoals jullie kunnen hier eens kunnen zien, 25 optische illusies die laten zien dat je brein... Wat zei je? Die bol bewegen. Ja, dat klopt. Dat is de eerste illusie, dames en heren. Als jullie goed kijken naar die bollen, dan zien jullie dat het papier eigenlijk beweegt. Maar zet deze video maar op pauze en je zult zien dat het niet beweegt. Nee. Zet hem maar nu op pauze. Als ze het op pauze hebben, zien ze dat niet, hè? Klopt, maar ik bedoel, als ze dan precies een pauze zetten op dat moment, dan zien ze mij er ook bij lachen. Maar dat maakt niet uit. Nou, dit is dus de eerste. Deze kennen jullie wel. De volgende. Dit wil een perfect... accept that all craziness on the side. If only there was a way to fix it, there is sort of... Je moet in het midden kijken van dit patroon. Hiervan. Dan is het recht. Dan wordt het recht. Dus ik ga nu goed in het midden kijken. Oh, ja. Wow, dan worden die links en rechts. Ja, maar die linker en rechter, die zijn echt helemaal scheef. Maar als je dan in het midden kijkt, dus kijk maar bij mijn muis, dan zie je dat het gewoon recht wordt. En dat is echt insane. Kijk maar eens naar mijn muis, dames en heren. Zoals jullie nu kunnen zien, jullie zien nou dat de rechter en de linkerkant opgelost worden. Ja, dat is wel ziek. Dat is wel inderdaad. We gaan eventjes naar het scherm staren. We moeten gewoon, jullie moeten meekijken met de video. Kijk naar het midden. Een soort oog. Wolken. Reclame. Advertenties. Ik snap nou niet wat hier zo meteen gaat komen. Ik ook niet. Misschien een enge spin. Ja, dat is wel een jumpscare. Nee, dat willen we niet. Ik zie wel een soort oog. Ja, maar misschien moet ik knipperen naar een muur. Blijf kijken. Ik blijf kijken. Nu zie ik... Wow! Wow! Dat is niet... Holy shit, oké. Je ziet hem in kleur. Je ziet het zeg maar nu, wat het dus is. je ziet zeg maar nu alles in kleur. Maar het is eigenlijk helemaal geen kleur. Het nee, is gewoon... kijk maar even naar de andere kant, naar buiten. En je ziet hem gewoon zwart. Ja, daarom. Dat is echt insane. Dat is oprecht insane. Had ik niet verwacht. Dat vind ik wel heel leuk. Dus dat volgens mij... Hoeveel zwarte stippen kan je tellen? Ja, wat het dus is met deze illusie. Als je hier kijkt, zie je hier allemaal wat lichte zwarte stipjes. Als je er overheen gaat, zie je een klein beetje zwarte stipjes. Is dat bij jou ook? Ja, als ik dan bijvoorbeeld naar die rest boven kijk... Eigenlijk zijn er helemaal geen. Kijk maar, hier staat ook... The answer is zero. Despite what your eyes are telling you. Het ligt eraan wat je ogen je vertellen. Oké, hier staat er, het lijkt alsof de lijnen een beetje scheef lopen. Heb je dat ook? Ja, maar ze staan precies recht. Ja, want als je helemaal rechts kijkt, dan zie je, en links, dan zie je eigenlijk dat de lijnen een beetje dezelfde vorm... Het komt door de plaatsen van de vierkantjes. Precies. En ja, inderdaad, dames en heren. Oh, oké. Inderdaad, maar we gaan door. Welke lijn lijkt jou groter, Roel? Mij lijkt boven groot. Maar het is even groot. Want weet je waarom? Ik zal Houd eens even... er maar een lineaal naast. Houd er maar een lineaal naast. Of ik laat er even een lijn naast lopen. Zoals jullie kunnen zien, het is gewoon even groot. Dames en heren, dat is echt bizar. Het is gewoon helemaal wauw. Oké, hier moet je gewoon dichter bij je scherm komen. En dan lijkt het alsof de brightness, zeg maar, de helderheid, groter wordt. Ga maar eens terug. Ja, inderdaad. Als je helemaal ver weg, zie je het midden nog. Maar als je dichterbij en verder weg, het ziet er heel raar uit. Ja, dat ziet er heel raar uit. Maar ja, inderdaad, het lijkt... Het lijkt een beetje of dat het beslaat of zoiets. Ja, daar lijkt het op. Maar eigenlijk, dames en heren, wat het eigenlijk is... wat het eigenlijk is... Is gewoon, er is helemaal niks. Het is gewoon hetzelfde. Maar omdat je dichterbij komt, ik weet niet hoe dat komt.
Maar ik kan u het midden niet zien. En nu wel. Ja. Nou, dat. Oké, wat het bij deze illusie is, dames en heren. Je moet gewoon goed in het midden kijken. En dan zie je dat het bolletje eigenlijk groen is. Zie je een groen bolletje, Roel? Ja, als je maar... Als je heel goed in het midden kijkt, dan zie je ze verdwijnen. Maar dat is heel moeilijk. Nu zie ik geen bolletjes meer. Ik zie nou geen bollen. Ik ook niet. En als je dan knippert wel. Ik zie alleen maar een groen bolletje draaien. Jij? Ik ook. Laat me even focussen, hoor. Hoe vind je dit eruit zien? Ik vind het heel, heel cool. En als je dan knippert, is het er ineens weer. Ja, maar zie jij het nu wel of niet? Dan kijk je naar het kruisje en dan verdwijnen ze. Het is een nu plusje. Nu zie ik ze niet meer. Maar hoe wist je dat er helemaal geen groen bolletje is? Eigenlijk niet. Nee, nu als ik knipper zie ik opeens een hele grote kring qua bolletjes. Nee. Maar ja, dat is dus best wel insane dat dat echt zo is. Het niet op de baby refs, kleuter. Gast. Welke cirkel is bigger? Nou, je zou zeggen rechts. Ja, je zou zeggen rechts, maar wat het is, ik zal weer twee lijnen naast zetten. Het is links en rechts die even groot zijn, maar links is heel klein vergeleken groot. En rechts is heel groot vergeleken klein. En daarom lijkt het maar als ik ook recht met mijn muis ga. Je ziet. Gewoon perfect. Oké, wat je hier moet doen is je moet met je vinger proberen te volgen. Je moet met je vinger, het lijkt zeg maar alsof het in een draaikolk zeg maar kleiner wordt. Maar het zijn eigenlijk allemaal cirkels. Maar, ja, probeer maar eens gewoon de één naar bovenste is het best. Probeer die maar gewoon met je wijsvinger te volgen. Dat gaat hem niet worden. Niet dichterbij. Dat gaat niet lukken. Want het zijn gewoon cirkeltjes. Het zijn eigenlijk cirkeltjes, maar omdat de vorm erachter verandert, dan lijkt het alsof het kleiner wordt. Oké, zoals jullie hier kunnen zien, zien jullie een olifant, maar moet je maar eens proberen zijn benen te tellen. Dan raak ik heel erg in de error. Ik krijg er gelijk een error van. Ja, ik ook. Ik tel er nu, zeg maar, het is heel raar. Zeg maar, de poten die lopen niet helemaal, ik vind het heel raar om hier na te kijken. Ja, het is ook gewoon niet om uit te leggen, maar gewoon... Ik kan hier echt niet naar kijken, gewoon. Ik krijg hier echt een brain ontploffing van. Me too. Oké, en zoals jullie ook hier kunnen zien, hier zien jullie een beetje hetzelfde principe. Probeer maar eens deze lijn, ik ga deze lijn nu volgen. Hier houdt de ene lijn op. En dan volg ik deze lijn en die eindigt in het midden. En dan volg ik deze lijn en die eindigt hier. Dus je hebt, maar als ik deze volg, dan loopt die naar hier en daar is geen einde. Dus het is een heel raar figuur weer, waarvan ik niet weet wat ik ervan moet zeggen. En wat je van jou dat je ervan moet zeggen? Ja, precies. Dan gaan we nu naar de laatste. Oh, dit waren de laatste, dames en heren. In ieder geval, vonden jullie dit een leuke video? En willen jullie vaker dat mijn broertje en ik gaan reageren op die illusies? Vergeet dan niet te liken en te abonneren op mijn kanaal. En like en abonneer natuurlijk ook op het kanaal van Roel, mijn broertje en natuurlijk. En druk op het belletje naast de abonneerknop om op de hoogte te zijn van al Jesus Gaming video's. Yes. En dan zeggen we... Later. Later. Pff.